In Nederland komen twee soorten eekhoorns voor. De een is een zoogdier en de ander is een insect. Je zou het niet verwachten, maar waar we nu naar kijken is een eekhoorn. Wetenschappelijke naam Staurupus fagi. De eekhoorn is een nachtvlinder die in Europa kan worden aangetroffen en dus ook in Nederland. Hier komt hij wijdverbreid voor en is hij voornamelijk geassocieerd met types habitats die rijk zijn aan alle bomen die gerelateerd zijn aan de eiken. Dus dit is onder andere kwerkus, eik, maar ook beuken, fagus, een verwijzing naar zijn wetenschappelijke naam, Staurupus fagi, verwijst naar fagus, beuk, maar ook corylus, hazelaar en daarnaast nog een willekeurig aantal bomen zoals af en toe zelfs wilg, salix en een paar andere dingen. En niet iedereen verwacht dat je gewoon in Nederland zo'n bizar alienachtig insect tegen zou kunnen komen. En zoveel mensen komen hem dan ook eigenlijk niet tegen. Dat komt niet omdat hij zeldzaam is. Sterker nog, het is een vrij algemene soort. Maar de rupsen van deze vlinder zijn zo goed verborgen dat mensen ze niet vaak per ongeluk zien. Ten eerste verstoppen ze zich vaak heel hoog in de vegetatie, heel diep in de vegetatie en ze hebben briljante schutkleuren waardoor ze bijna nooit opvallen. Mocht je hem nou een keer toevallig toch tegenkomen in de natuur, schrik dan niet. Een rups ziet er compleet bizar uit, maar hij is compleet onschuldig. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er nou precies het voordeel is van het bizarre uiterlijk van deze rupsen. Maar als we erover nadenken, zou het een paar voordelen kunnen hebben. Ten eerste, als de dieren zich lastiggevallen voelen, dan nemen ze een dreighouding aan en spreiden ze hun poten uit. En ze kunnen er nogal intimiderend uitzien als ze dit doen. Het zou zomaar kunnen zijn dat veel roofdieren of potentiële vijanden die de dieren lastigvallen, schrikken van deze dreighouding en de dieren toch liever met rust laten. En ze misschien verwarren voor een gevaarlijke spin of een schorpioen. Verder kunnen de dieren, als ze in een rusthouding zitten, heel goed gecamoufleerd zijn en lijken op een dood blaadje. Ten tweede kunnen ze de lange poten ook gebruiken om potentiële vijanden mee weg te duwen of naar ze te slaan. In Europa worden de vlinders aangetroffen van ongeveer mei tot en met augustus. In deze tijd hebben ze 1 of 2 generaties en ze overwinteren als kokon. Alhoewel de anatomie van het dier er misschien compleet bizar uitziet, is het niet zo ver gezocht als het lijkt. Alle rupsen hebben namelijk gewoon pootjes, net als insecten, die vaak verborgen zijn onder de kop. Ze zijn alleen heel kort, omdat het voor de meeste rupsen niet praktisch is om hele lange poten te hebben. Maar de Staurupus fagi is hierop een uitzondering. De anatomie van de pootjes is echter gewoon in principe hetzelfde als die van andere rupsen. Alleen zijn de segmenten sterk verlengd. Als je de literatuur mag geloven, dan is het zo dat de eekhoorn, Staurupus fagi, maar 1 generatie heeft per jaar en overwintert als kokon. Ik ben het hier niet helemaal mee eens. Uit mijn observaties is gebleken dat de eekhoorn zeker weten 2 generaties kan hebben, ook in Nederland. Of die dat doet, hangt alleen af van de omstandigheden. In koudere jaren kan het zo zijn dat de dieren besluiten om zich niet voor te planten en te overwinteren als kokon. In warme en gunstige jaren kan het echter zo zijn dat de dieren wel besluiten om vroeg uit hun pop te komen en nog een extra generatie te produceren in het najaar. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de eekhoorn afhankelijk van omstandigheden besluit te overwinteren of niet. En kunnen beoordelen of het jaar gunstig genoeg is voor een extra generatie of niet. De kokons van deze dieren worden vaak op de bodem gesponnen tussen de strooisellaag op het bos, in dode blaadjes en tegen boombast. De pop van deze vlinder is donkerbruin en glans. In tegenstelling tot de rupsen is de vlinder van de Staurupus fagi niet zo opvallend. Het is een grijs dier met goede schutkleuren. Tegen een boombast of donkere ondergrond zou die niet zo makkelijk opvallen en is goed gecamoufleerd. Ondanks dat hij niet zo opvallend is, is het toch een prachtig en een fascinerend dier. De vlinder heeft geen functionele monddelen en kan niet eten. En dat betekent dat hij maar eigenlijk is gedoemd om een weekje te leven voordat hij verhongert, omdat hij eigenlijk niet kan eten.
Gelukkig is een week precies genoeg tijd voor deze dieren om te paren en vervolgens eitjes te leggen. Dat is dan ook het enige dat ze doen in de korte tijd dat ze leven, om een nieuwe generatie eekhoorns te produceren. In gevangenschap waren de dieren vrij makkelijk te kweken. En het was ook mogelijk om meerdere generaties achter elkaar door te produceren zonder enige vorm van diapauze. Al in al is dat extra bewijs voor het feit dat de overwintering situationeel is en afhankelijk van de omstandigheden in het klimaat. Bedankt voor het kijken naar mijn video over de eekhoorn. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden, dat jullie liken en subscriben en dat ik jullie weer terugzie in de volgende video. Hey everyone! Did you watch this video and wonder what the hell it was about? Well, there's good news. You can see the exact same content on my main channel. You see, I'm Bart Koppens, a YouTuber that films biology, insects and other things that match my interests. And I thought it was fun to make one small YouTube channel in my native language, in Dutch. But don't worry, there's not going to be any exclusive content on my channel. I'm just filming the same insects two times. One time in English and one time in Dutch, so you are not missing out on any content. If you watched this video and you were wondering what it was about, then check out my main channel called Bart Koppens and subscribe to it to see the same stuff in English. Bye bye!